17 jaar geleden presenteerde Erik Hartman de succesvolle talkshow Boomerang. Een programma dat voor de nodige opschudding zorgde. Boomerang, dat was ik. Boomerang was van mij. Het was het allereerste programma op televisie waarin open en bloot over verdriet, over emotie werd gesproken. Over seksualiteit ook wel, over alles eigenlijk, maar zo open. Het was een programma dat controversies teweeg bracht. Het was een live programma. Het werd met argusogen gevolgd. Ik wist van zodra ik een misstap zou begaan, ja, dat ik eraan zou gaan. En tijdens mijn programma over medische blunders liep het behoorlijk fout. Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeurtje is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige behandeling. Ja, wat was dat precies? Wel, ik had dus enorm veel last van keelontstekingen. Mm-hmm. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden om een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Valère was mismeesterd aan zijn stembanden. En toen hij mij aansprak, ja, er kwam zo'n gek geluid uit. Ik moest zo ontzettend lachen. Maar ik wist natuurlijk van, ik mag hier niet lachen. Dus ik probeerde mijn lach in te houden. Maar hoe meer ik mij probeerde te concentreren op de ernst, ja, hoe meer ik voelde van, dit hou ik niet uit. Het was afschuwelijk. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Wat dan? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Rijke hier hanteert. Omdat, dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Het is gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet wel. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dat zwijg ik liever. Excuseer, aan de stemman. Maar ik vind dus dat dit niet kan overleggen als gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gaat u een half uur. Dit kan niet. Dit kan voor mij. Uitgelacht te worden vlak in het gezicht. Het was een complot. Men wou mij gewoon weg. Er waren genoeg indicaties voor. Normaal gezien kan ik mijn programma altijd rustig voorbereiden met de praatgasten. Die avond kon Valère er zo gezegd niet op tijd zijn. Plots stond de voltallige BRT-directie daar binnen. Ik werd op staande voet ontslagen en Boomerang werd afgevoerd. En het was het einde van mijn carrière.